We staan hier op een historische plek in Nunspeet, bij het oude gemeentehuis. Hier aan de Laan in Nunspeet, stukje historie, 50 jaar terug, Nunspeet een zelfstandige gemeente. En als bestuurderspartij, de SGP, willen we u graag wat vertellen over het thema samen besturen vanuit ons verkiezingsprogramma Samenleven in Verbondenheid. Komt u mee? Gaan we eens even kijken op die historische plek. Hier in deze raadskamer vroeger werden de politieke standpunten verdedigd. En dat willen we als SGP de komende 4 jaar ook weer doen, ook als het gaat om het thema samen besturen. We willen natuurlijk als bestuur interactie met de burger. Daar staan we als SGP voor, dat het gemeentebestuur interactie heeft, zorg voor draagvlak voor besluiten. Ten eerste heeft het gemeentebestuur natuurlijk het algemeen belang te dienen. Dus er kan soms wrijving zijn met individuele belangen. Dat is een afweging. Maar het gemeentebestuur moet zoveel mogelijk draagvlak zoeken in de interactie met burgers voor plannen. Natuurlijk ook een stukje zelfstandigheid. Nunspeet is een gemeente met eigenheid. We denken vandaag, dit jaar ook, het 50-jarig bestaan van de gemeente. Zelfstandig als gemeente Nunspeet, zelfstandig als gemeente Ermelo. En ja, dat is wat waard. Tuurlijk, door schaalvergroting moeten dus gemeenten worden samengevoegd. Dat is een trend die we dichterbij en verder weg om ons heen zien. Natuurlijk, we zijn als gemeente geen eilandje. We moeten de dialoog voeren, we moeten samenwerken waar nodig, maar we blijven zelfstandig als het aan de SGP ligt. We laten de historie achter ons. We kijken vooruit naar 16 maart 2022, de gemeenteraadsverkiezingen hier in de gemeente Nunspeet. Kunnen we op uw stem rekenen? Stem SGP, lijst 1. Wij gaan voor samenleven in verbondenheid, juist in deze tijd. Stem SGP, 16 maart 2022.